Hoi mensen, top dat jullie weer kijken. Een tijdje geleden vroeg een van jullie, wat zou er nou gebeuren als je 100 rijdt en dan in ze achteruit schakelt? Nou, er is maar één manier om daar achter te komen. Dat gaan we proberen. Woe! Daar gaat ie. Oké, we gaan 100. Dat was hem. Hij ging wel eens achteruit, toch? Ja, heel even. Bij 10 km per uur. Bij 100 km per uur, dat lukte dus niet. Maar bij 10 km per uur lukt het vrij aardig. Als je maar snel genoeg in één keer erin hengst. Dus nou, laten we eens kijken of dat misschien bij 20 ook lukt. Achteruit. Maar 20 lukt het wel. Oké, 30 dan. Ah, oké, 35. Dit kan nog wel een beetje harder. Want dadelijk komen we op een punt dat de motor opeens andersom moet gaan draaien. Ik weet niet of hij dat leuk vindt. Oké, dan. Gaat ie. Oké, we rijden 50. Zo! Het ging wel. Hij deed het wel. Maar hij ging wel stilvallen hoor, de motor. Hoeveel nu? We gaan nu voor de 70. Oké, we gaan 70. Dan is er achteruit. En dan in één keer hak de koppeling los. Want ik heb net elke keer de koppeling wat zo laten slippen, zodat de motor niet stil viel. Oké, 70. Ik heb gezien, hè. Volgens mij draaide de motor even andersom, denk ik. Oeps. Ik dacht dat je niet in zo achteruit kon schakelen bij zo'n hoge snelheid, maar het kan dus wel. Maar je moet wel gewoon in één keer, pats, in één keer doordouwen. Dit is echt niet goed voor je auto. Hij start ook niet meer nu. Het kan best wel eens dat die motor gewoon helemaal van zijn plek af is. Ja, ik weet niet, ik zie eigenlijk geen gekke dingen. Het stinkt een beetje, maar volgens mij doet je nog gewoon. Accu is gewoon leeg, denk ik. Ik denk het ook. Zal ik hem even aanduwen? Ja. Zo. Het lijkt erop dat de accu leeg is. Dat komt natuurlijk omdat de dynamo andersom heeft gedraaid. Dus die heeft de accu leeg... Nee, lulkoek, de accu is gewoon niet zo best. Dus. Maar hij doet het weer. Dus dat wil zeggen... dat we nog een beetje harder kunnen rijden en het nog een keer proberen. Lukt niet meer. Ik krijg hem niet meer onder het rijden in zijn achteruit. Dus het is wel een probleem wat zichzelf oplost. Dus als je zo stom bent om in zijn achteruit te schakelen tijdens het rijden, dan lukt het op een gegeven moment helemaal niet meer. Maar ik denk dat dat ermee te maken heeft dat er nou hele grote bramen aan mijn achteruit tandwieltje zitten. Dus hij, kijk hier, hij gaat echt niet... schakelt niet zo lekker meer. Ik kan nog een keer proberen bij 50. Dat klinkt niet goed. Nou, ik kan wel zeggen dat deze test geslaagd is. Bij 100 km per uur in je achteruit schakelen, dat is een heel slecht idee. Dat gaat ook dus niet. Hij schiet niet in versnelling. De tandwielen die krassen langs elkaar. Je hoort ze kraken aan alle kanten. En dan ongeveer bij 50. Als je dan hard genoeg in één keer erin hengst, dan lukt het wel. Maar vervolgens als je dan de koppeling loslaat, dan gaat je motor andersom draaien. Dus dat is geen groot succes. Heel slecht voor je versnellingsbak. Ook zeker niet goed voor je motor. Dus het is geen aanrader om dit thuis ook te proberen. Maar wat gebeurt er nou in zo'n versnellingsbak als je zo dom bent om in zo'n achteruit te schakelen terwijl je vooruit aan het rijden bent? Nou, om dat uit te kunnen leggen heb ik hier een mooie opengewerkte versnellingsbak. Hieronder zien we de primaire as. Dat is de as die vanaf de motor komt. Op deze spiebanen daar zit de koppelingsplaat. Hier komt de motor. Dus die wordt aangedreven. En hierboven daar zien we de secundaire as. En dit korte dikke tandwieltje wat je hier ziet.
Daar komt de differentieel tegen met daaraan de aandrijfassen naar de wielen. Dus dat is de uitgaande as. Bij de primaire as zitten de tandwielen vast aan de as. Bij de secundaire as draaien deze tandwielen vrij op de as. Nou, dus wat gebeurt er nou op het moment dat je gaat wegrijden? De auto staat stil, in zijn vrij en de motor loopt. Deze as staat stil. Deze as draait, die zit aan de motor. Brrr. Dus je trapt de koppeling in. Dus de primaire as die stopt ook met draaien. En je schakelt in de eerste versnelling. Hop. De schakelmof die schuift opzij. Nou wordt dit tandwiel wordt vastgezet op de secundaire as. Dus de aandrijving gaat nou eigenlijk zeg maar zo. Brrr, langs deze tandwielen naar de uitgaande as. Kijk, en nou hebben we een grote vertraging. Want dit is een klein tandwieltje en dit is een grote. Dan zie je hier verderop, dan zie je nog een aantal andere verhoudingen tandwielen. Dus we hebben hier de 1, 2, 3, 4 en hier aan de andere kant zit ook nog een 5 zelfs. Maar die kun je niet zien, die zit achter het kapje. Dit is de vierde versnelling. Kijk, nou draait de uitgaande as veel harder rond. Bij de meeste versnellingsbakken is de vierde versnelling een prijs direct. En dat wil zeggen dat de primaire en de secundaire as dezelfde snelheid draaien. Maar dan, hoe zit het dan met die achteruit? Nou, voor de achteruit hebben we natuurlijk geen twee tandwielen nodig. Daar hebben we drie tandwielen voor nodig, want dan willen we dat de uitgaande as de andere kant op draait. Nou, daarvoor zit hieronder zit nog een extra tandwieltje verborgen. En op het moment dat we in de achteruit gaan schakelen, dan wordt die tussen deze twee tandwielen wordt die ingedrukt. Zo. En als ik nu ga draaien, dan zul je zien, nou draaien deze twee assen dezelfde kant op. Dus nu gaat hij via deze as, via dit tandwieltje, naar het achterliggende kleine tandwieltje, naar deze, dit is ook gelijk de schakelmof, maar naar dit tandwiel, naar de uitgaande as. Je ziet dat dit rechte tandjes zijn en dat zorgt ook voor het kenmerkende geluid als je achteruit rijdt. Zo. Want deze tanden die grijpen natuurlijk met een klap in één keer in. Terwijl de tandwielen voor de vooruitversnellingen een schuine vertanding hebben. En die hebben natuurlijk een veel rustigere loop, omdat die tanden veel gelijkmatiger ingrijpen. Deze tanden, die moeten ook recht zijn, want anders kan je de tandwieltje daar natuurlijk niet tussenin schuiven. Verder zorgt die schuine vertanding natuurlijk ook voor een zijlingse belasting, waardoor de tandwiel dus tussen die andere tandwielen uitgedrukt zou worden. En dan springt hij dus uit versnelling. Ja, en wat gebeurt er nou als je zo lom bent om in zijn achteruit te schakelen terwijl je aan het rijden bent? Ik zet hem even in de vierde versnelling. Alles is aan het draaien. Vervolgens trek je hem in zijn vrij. Maar alles blijft nog steeds draaien, want ja, je bent nog steeds aan het rijden. En dan ga je in één keer dit kleine tandwieltje daar tussen die twee draaiende tandwielen in forceren. Ja, dat is natuurlijk niet best. Deze tanden die ratelen langs elkaar. Dat is ook het kraken wat je hoort. En dan op een gegeven moment dan schiet dat tandwieltje ertussen. Je krijgt heel zware belasting op je versnellingsbak en de tandwielen en alle andere onderdelen van je auto. Nou, wat kan er nou allemaal fout gaan? Allereerst heb je overmatige slijtage. Deze tandwielen die ratelen langs elkaar, dus je ziet ook deze zijn ook al een beetje afgeknabbeld. Er komen bramen aan, een heleboel slijtdelen in je versnellingsbak, niet best. En op een gegeven moment worden deze tandwielen natuurlijk zo smal dat je helemaal niet meer in versnelling gaat. Ja, en dan springt hij dus steeds uit. Of wat je ook kan hebben is dat natuurlijk tanden afbreken. En dat is ook al niet zo goed. Dit was wel weer een wetenschappelijk experiment. Meer een soort open deur die met een daverende knal ingetrapt wordt. Heb jij nou nog goede experimenten? Schrijf ze even onder in de comments. En wie weet gaan we jouw experiment volgende keer wel uitvoeren. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende.